In de speurtocht naar de oudste deelnemer aan de Elfstedentocht heeft Chocomel een drietal deelnemers gevonden. Het zijn Leni Oosterlaan, Kees Pelt en Henk Scheuler. Ze zijn respectievelijk 81, 86 en 89 jaar. En alle drie in het bezit van een startbewijs voor de tocht der tochten. Nou word jij 20 februari 82. Ja, het is wat. Ik zit er niet mee. Nee, ik zit er echt niet mee. Ik vind het gewoon leuk om gezond te zijn. Ik kom nooit bij de dokter. Ik slik geen tabletten. Ik heb nooit geen klachten eigenlijk. Het is nog een behoorlijke afstand hoor. Ik heb drie keer gereden al. Maar het is me nog nooit gelukt om helemaal uit te rijden. Eén keer bijna, maar ja. Het is een end hoor. En dan begin je in het donker. De eerste paar uur. Tot Sneek. Ze noemen mij Elfstedentocht Leen. In Blijswijk. Zo noemen ze mij. Dus ik heb een bijnaam gekregen. Hoe vind je dat? Ik heb recht op 6 kruisjes, maar ik heb er 4. En ik heb er 2 dus niet gekregen omdat ik 1, in 63, niet op tijd binnen was. Wat natuurlijk mijn schuld niet is, want ik heb 2 uur moeten lopen door de sneeuw om het eind te halen. En in 85, toen was ik iets te laat. Maar ja, toen ben ik aangereden door iemand, dus direct al in Elst. Toen moest ik op 1 been rijden, dus toen kwam ik eigenlijk te laat binnen. Het ligt allemaal aan de weergoden ook, hè? En aan de leuke jongens die ik tegenkom, enzovoorts. Ja. Talentvol zijn deze drie oude knarren nog steeds. Maar een beetje hulp kan natuurlijk nooit kwaad. Vandaar dat Erik Hulzenbos de drie vanaf nu gaat klaarstomen. Nou, ik ben echt heel erg benieuwd. Hallo. Goeie, ik ga eerst mevrouw in Algeem. Nou, bekend gezien. Aangenaam. En jij bent? Leni Oosterlaan. Maar dat was daarvoor de wedstrijd, denk ik. Hé, maar we spreken elkaar deze dag zeker nog een paar keer. Absoluut, want we gaan ons natuurlijk voorbereiden. Dus geniet er nog heel mooi van. En gewoon man aan de slag om de boel goed voor elkaar te maken. Maar we doen het rustig aan, hè? Want jullie zijn natuurlijk geen 20 meer. Geef ook niet.